De pas 12-jarige oude Max, zoon van de meest succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur Jos Verstappen, heeft een contract gekregen van de belangrijkste kartfabriek ter wereld. Topcoureurs als Hamilton, Schumacher en vader Jos stonden ooit bij dit merk onder contract. Jakkals Erik zoekt het snelle duo op. Het pittoreske Limburgse dorpje Maasbracht is de thuisbasis van de snelste familie van Nederland. Vader Jos is Nederlands beroemdste Formule 1-coureur aller tijden. En zoon Max treedt hopelijk in zijn voetsporen. Maar zoals papa Jos altijd zegt, gewoon gas blijven geven. Jos, jouw zoon Max krijgt nu een fabriekscontract bij een heel bekend kartmerk. Nou, hij is opgenomen binnen de fabriek. En dat doen ze niet zomaar, dus ze zien wel in dat hij wel gas kan geven. Ja, Max, gefeliciteerd met dat fabriekscontract. Ja, dank u wel. Jij moet een nieuwe Formule 1 wereldkampioen moet jij worden voor Nederland, de eerste. Gaan we proberen. Ben je trots op? Nou, dat mag ik niet te veel zeggen, want dan... Dan doet hij er dadelijk niet meer zoveel voor. Ja, zie je draaien. Maar ik heb voor het snelheid draaien daar en dan kom je dan aanrijden. En dan gooi je maar even in de slip. Ben jij nou een strenge vader, Jos? Ja. Als het niet goed gaat, wil je nou eens een corrigerende tik uit aan Max of niet? Nee, ik sla hem niet. Nee? Ik zal wel zeggen wat hij fout doet. En daar hoef je echt geen tik voor uit te delen om dat duidelijk te maken. Is hij wel eens kwaad als je het niet goed doet? Nee. Ja, ik moet het wel goed doen. Maar als ik het niet goed doe, dan doe ik het niet expres. Autocoureur Jos Verstappen is opnieuw in opspraak geraakt na een geweldsincident. Hoe is het verder met jouw temperament dan? Goed. Je had op een gegeven moment toch ook toen een keer ruzie was met Max op een kartbaan. Toen gaf jij ook iemand een tikje. Een medewerker van de kartbaan in Echt heeft aangifte gedaan van mishandeling. Ja, dat klopt. Ze moeten niet aan hem komen. Ze moeten hem niet slaan of weet ik wat. En ben ik dan de vader die daarvoor oppast dat ze niet aan hem komen? Je kinderen zijn je heilig. Ja, tuurlijk. Nou ja, ik ben gewoon zo bang. Volgend jaar dan rijdt Max op zo'n Italiaans circuit. En je weet hoe die Italianen zijn, hè? Die naaien waar je bij staat. Maar jij hoeft niet bang te worden voor mij. Ja, een van de aardigste dingen vind ik zelf altijd in de racerij. Dat heb jij natuurlijk ook vaak meegemaakt, Jos. Dat is na afloop het podium, hè? Voor de 8e keer mag Jos champagne spuiten. En ik heb speciaal voor jullie even meegenomen. Kijk, Jos, dat is voor jou een fles. Voor jou een fles kinderchampagne. Laat ik het voordoen. En bedankt, Jos Verstappen, hè? Nou, dikke man. Ja. Max, op jou en op je carrière. Ja.